een filmpje over lijnvoering. Wat leuk is met potlood, is dat je vaak met potlood dunne lijnen en dikkere lijnen kan aangeven, puur door de druk te veranderen. En als je nou bijvoorbeeld dus een cirkel probeert te tekenen of een ellips, bijvoorbeeld een bovenkant van een cirkeltje, en ik zou beginnen met een dunne lijn, als ik nu de lijn wat dikker aanzet, en dan weer dunner laat uitlopen. Dat zijn van die oefeningen die je niet in één keer doet, die je vaker toch wel even vaker gedaan moet hebben. En dik aanzetten en weer dun laten worden. Dun aanzetten en weer dik aanzetten. Meer druk uitvoeren. Nu ga ik hem even omdraaien. Ik ga papier even omhoog schuiven. En dan ga ik beginnen aan de bovenkant. Met de dikke lijn en dan laat ik hem dunner worden. Misschien zie je wat er gebeurt. Het lijkt net of ik hier nou bovenop kijk en hier kijk ik er van onder tegenaan. Wat ook lastig is vaak bij ellipsen. Heel vaak zie je dat mensen als ze bijvoorbeeld een cirkel willen maken, dat ze uiteindelijk beginnen te tekenen met hier heb ik een halve en dan heb ik daar een halve. En je ziet dat het eigenlijk hier nu eindigt in twee punten. Ik laat hem rond doorlopen. En ik laat hem hier ook rond doorlopen. En zo krijg ik dus betere ellipsen. Ze moeten rond blijven lopen in de hoeken. Ik ga ook eens even proberen om te laten zien of ik nu een mooie spiraal kan maken. En misschien zie je al wat er gebeurt. Een mooi slakkenhuis. Enkele voorbeeldjes van dikke en dunne lijnen. Het lijkt alsof de voorste dikste lijnen veel duidelijker zijn en ook meer op ons afkomen dan de lijnen die veel smaller en dunner zijn. Het lijkt allemaal wat verder weg.